Hoi, Marieke hier met jouw wekelijkse inspiratievideo. We zitten midden in de zomervakantie en ik ben veel thuis met mijn kinderen. Heerlijk, lekker aan het rommelen en erop uit. En deze week dacht ik, ik maak voor jou een hele korte video met daarin een boekentip. Zodat jij deze zomer misschien een extra leuk boek hebt om te lezen. Ik heb het over dit boek. Het heet The Go-Giver. Het is een vertaling uit het Engels, dus je kunt het gewoon bestellen. Ik zal ook onderin de tekst even een linkje plaatsen naar waar je het kunt bestellen. En het is een inspirerend verhaal over de waarde van geven. Het verlegt de aandacht van het willen krijgen, dus het bezig zijn met van hoe kan ik nou meer krijgen, meer, hè, dus go-getter zeg maar, dus die iemand bezig is met krijgen, naar hoe kan ik nou meer waarde geven, hoe kan ik meer van dienst zijn voor anderen. En dat zal uiteindelijk ook resulteren in dat mensen meer naar jou toe zullen komen. Dus dan krijg je ook meer. Dus het is het geven en nemen. Geef en zij en gij zult ontvangen. Daar is het eigenlijk op gebaseerd. En hoe je dat zult ontvangen, nou ja, dat laten we dan maar even over aan het universum. Maar dat is in ieder geval wel de wetmatigheid wat hier wordt verteld. Nou, en het boek behandelt 5 wetten van succes. En een van de wetten is bijvoorbeeld de wet van authenticiteit. Het meest waardevolle dat je kunt geven is jezelf. En die andere 4 wetten, nou, die ga ik niet verklappen. Die moet je lekker zelf gaan ontdekken. Ik wil je nog wel kort vertellen wat het boek met mij heeft gedaan. Het heeft met mij gedaan dat ik weer verder op mezelf ben gaan inzoomen. Over de waarde die ik geef. En ik denk dat het altijd meer kan. En vooral ook dat stukje authenticiteit. Hoe authentiek ben je eigenlijk in je bedrijf? En hoe authentiek ben ik geweest? Nou, ik denk dat ik ook nog veel authentieker kan worden in mijn bedrijf. Ik heb eigenlijk veel meer in huis wat ik helemaal niet zo laat zien. En het is interessant voor mij om verder te gaan kijken van nou, waarom doe ik dat dan niet en hoe kan ik dat dan wel gaan doen? Want daarmee geef ik natuurlijk veel meer aan mijn mensen, aan mijn klanten en aan jou als kijker. En daar word jij beter van. En dat is dus ook, dat is alleen maar goed. Dus de komende weken zijn er even geen videofilmpjes. Ik heb even een time-out, neem ik, omdat ik gewoon meer thuis ben. En het is ook makkelijker voor mij om te schrijven dan om filmpjes te maken met mijn kinderen om me heen. Dus je krijgt wel een wekelijks bericht van mij, maar dan in de vorm van een geschreven artikel. Dus een blog, een geschreven artikel. En de filmpjes volgen dan vanzelf weer na de zomervakantie. Dat is eigenlijk mijn boodschap voor deze week. Dit boek kan het je echt aanbevelen. Ik zal je de komende weken in mijn blogs meenemen in mijn eigen proces en welke kant ik op zal gaan met mijn bedrijf, zodat ik jou nog beter kan helpen. Ik heb er allerlei ideeën over en daar ga ik je dus over vertellen. In de tussentijd kun je mij natuurlijk gewoon wel mailen met jouw vragen. Dus heb jij een vraag over jezelf, over je bedrijf, nou iets wat je bezighoudt, mail me gerust, ik ben er voor jou. Dan kan ik jou een antwoord geven in de vorm van een video of een artikel. Dat zie ik dan wel eventjes. En natuurlijk mag jij dit ook doorgeven aan anderen. Dus denk jij, oh, dit is interessant voor die of die. Stuur het artikel door, geef de boekentip door en ga het lekker lezen. Heb je zelf misschien nog een boekentip? Daar ben ik ook altijd geïnteresseerd in. Heb jij nou een boek waarvan jij denkt, van, nou, dat heeft mij echt geholpen. Dat heeft mij veranderd in mijn leven, in mijn business. Zet het dan even hier beneden in de comments. Dan kunnen de anderen dat ook zien. En dan gaan we daar allemaal achteraan om te kijken of dat boek ons verder kan helpen. Goed, ik wens jou een fijne zomervakantie verder toe, wat je ook gaat doen. En we zien elkaar in een filmpje over een aantal weken. En verder op mijn website gewoon blogs en ook via mijn nieuwsbrief. Oké, dankjewel. Groetjes.